De homo's waren in de kerk voor een protest tegen de pastoor. Hij weigerde tijdens het carnaval om de homoseksuele prins in Reuzel de communie te geven. Omdat pastoor Buins afgelopen zondag niet kon zien wie er homo was en wie niet, kreeg niemand een hostie. Pure discriminatie vindt Robert. Ik heb aangifte, ga ik morgen doen bij de gemeente Kruik de Politie. Ik heb al contact met ze gehad en we hebben een afspraak gemaakt morgenmiddag. En ja, ik ga gewoon aangifte doen wegens discriminatie. Want. Nou, want het is zo: uh, je bent in, in de kerk, is zeg maar, uh, je bent gast van Jezus en van God. En daar bepaalt in één keer een pastoor uh, in één keer nieuwe regels. En als hij gaat zeggen: van ja, ik doe het van hoger hand. dan vind ik het typisch dat hij de enige is die het dan opvolgt. en de rest van het bisdom uh, van de bos niet. Het bisdom wil alleen maar schriftelijk reageren. Het bisdom wijst er verder op dat mensen met homoseksuele neigingen niet per definitie zijn uitgesloten van het ontvangen van de Heilige Communie. Het bisdom vraagt respect voor de opvatting van de Rooms-Katholieke Kerk dat mensen die homoseksualiteit praktiseren afzien van het ontvangen van de Heilige Communie. Binnenkort gaat Henk Krol, hoofdredacteur van de Geekland, in gesprek met het bisdom om nader tot elkaar te komen.